Welkom bij dag 26 van papier 31. En vandaag gaan we een bijpassende kaart maken voor de envelop van gisteren. Ik heb een vorige keer in de voorbereidingen had ik een andere envelop. Dat was deze, met deze kaart met hartjes. De hartjes zijn één van de schablonen die bij het PDF-bestand zitten. Maar er zit ook eentje met hexagons bij. Die zal ik nu niet demonstreren, maar ik zal wel een voorbeeld laten zien met hoe dat er ongeveer uit kan komen te zien. Vandaag gaan we de kaart maken met de sterren. Dus ik heb hem geprint op mijn velpapier. En nu snij ik eerst deze strook eraf. Dat is een soort sierstrook. Wat we verder nodig hebben is de helft van een A4 papiertje. Die vouwen we door de midden. En dan heb je de basis voor je kaart. En dan plak ik eerst het sierstrookje op de kaart. Ik weet dat het een beetje uitsteekt hier. Maar soms vind ik het makkelijker om eerst gewoon een strookje erop te plakken. En daarna met de schaar het uitsteeksel weg te knippen. Nou, er zitten hier op dit velletje heel veel sterren. Die heb je echt niet allemaal nodig. Maar ik denk nou beter een paar extra sterretjes dan dat je een leeg plekje hebt. Dus deze gaan we even uitknippen, degene die ik nodig heb. Ik heb nu een aantal onderdelen uitgeknipt en ik zal ze nu vast gaan plakken. Je kunt net zoveel, net zo weinig erop plakken als je wilt. Je bent uiteraard helemaal niet verplicht om het precies hetzelfde als die van mij te doen. Laat je fantasie werken. Doe eventueel draadjes eraan. Of, nou ja, laat je fantasie werken, zou ik zeggen. Dit vind ik wel een leuke verdeling. Nu gaan we de kaart ietsje versieren met een fineliner. Ik heb op de meeste sterren heb ik nu de lijntjes al aangebracht. Nu zal ik het nog bij deze laatste doen. En zoals je ziet trek ik gewoon kleine, korte streepjes met de fineliner. Ik doe het nu een beetje snel en daardoor is het niet zo heel. Daardoor is het niet zo netjes als het kan zijn. Maar neem je tijd of ga juist een beetje voor dit wat nonchalanter effect. Kijk, op deze manier krijgen de kaartjes net even met dat extra accentje. Je kunt nog een leuke groetje schrijven, of dat kun je aan de binnenkant doen. En als je een van de andere sterretjes, kun je eventueel ook uitknippen en op je envelop plakken. Nou, dat was het voor vandaag. Ik zie jullie graag morgen weer.